Stefan Leleu, zaterdag begint de eerste wedstrijd van het eerste openingsweekend van de reguliere competitie. Is KS Vioor klaar voor? Wat verwacht je zelf? We hebben een degelijke en lange voorbereiding achter de rug. Met wisselende resultaten, maar we weten ook wel waarom. Iedereen heeft zijn kans gekregen. We hebben een degelijke bekercampagne achter de rug. Het resultaat, de laatste wedstrijd was wel minder, maar de prestatie op zich was goed. En met dat goed gevoel gaan we meenemen naar de competitie. Het is juist dat we starten tegen een onbekende tegenstander en dan wordt mij dat zo'n beetje aan mijn hand. Maar oké, we hebben weinig info en we gaan moeten zien wie er op de mat staat bij de tegenstander. Ja, Brussel is een onbekende tegenstander, maar ik denk dat er wel nog een aantal onbekende tegenstanders in zitten. De waardeverhoudingen zijn niet echt duidelijk, denk ik, voor het bij aanvang van het seizoen. Wat verwacht je zelf? Wat is de ambitie van Huidenaar? We mogen ons niet focussen op andere teams. We weten wat wij willen, is inblijven. En liefst met zoveel mogelijk punten natuurlijk. Maar je hebt er 40 punten voor nodig. Dan weet je dat je 4 op 9 moet halen gedurende 3 wedstrijden. En dat is onze focus. En die gaan we niet verliezen tijdens de competitie. Maar het is zo dat we dan de andere ploegen wel gaan kunnen zien in de loop van de competitie. En dan een toch wel een beeld krijgen van de sterkte van die ploegen. Maar wij gaan uit van de win van onze sterkte en weten wat wij moeten doen. Dat is goed moeten presteren, 4 op 9 halen. Of toch liefst 4 op 9 halen. En dan is het hopelijk een zorgloos seizoen. Hoe lang staat Dieter van Toornhout nu nog langs de zijlijn? Ik heb me laten wijsmaken 5 weken. Ja, dat kan sneller zijn, maar we gaan uit dat er nog 3 weken nodig zijn om volledig mee te kunnen trainen met de A-ploeg. En dan, speler bij speler is dat anders. Maar ik denk dat Dieter niet zo heel veel wedstrijdritme nodig heeft of wedstrijdcompetitie nodig heeft om snel fit te geraken. Wedstrijd fit te geraken dan. Daarmee hopen we dat toch tegen eind september dat hij terug wedstrijd fit is en beschikbaar is voor ons. Er werd op de valreep nog een nieuwe transfer binnengehaald om hem toch op te vangen in de eerste competitieweken. Naguim Amini, spreek ik het goed uit? Ja, dat zal zo. Wat weten we over die kerel? Wat zijn zijn sterke punten? Ja, er is ons gezegd geweest dat hij heel snel is. Dat hij actie 1 tegen 1 heeft en dat hij toch wel makkelijk een doelpunt maakt. Jeugdopleiding Lens heb ik gelezen. Dan een jaar bij Tours gespeeld en dan nu vorig jaar bij de belofte van Roeselare. Voorbereiding bij de AKR meegemaakt. Maar door die veelvuldige transfers die ze gedaan hebben, kreeg hij daar sowieso zijn kans niet. En hebben ze ons aangeboden, of aangeboden, is ons een tip gegeven van kijk, dat is toch wel een bruikbare speler. Ze spelen ons profiel, jong en nog leergierig. En ik denk dat dat ons zeker iets kan bijbrengen. Iets dat we nog niet hebben in de spits. Is een hele snelle. Hopelijk valt hij mee. Hè. We moeten afwachten. Maar we denken toch wel dat hij onze ploeg iets kan bijbrengen.